Hoi iedereen, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze drie boeken lekkers maakt. Dus ben je benieuwd, blijf dan kijken. Deze boekenlegger is heel erg makkelijk te maken. Je moet gewoon beginnen met een vierkant blaadje. Ik heb een rode kleur gekozen. En vouw hem eerst even zo dubbel. Vouw vervolgens nog een keer dubbel. En het is soms goed om het even goed aan te drukken. Vouw het daarna weer uit. En pak vervolgens het onderste gedeelte. En vouw hem naar het middelste gedeelte. Draai hem daarna weer om. En ga nu zeg maar een soort driehoeken van onder vouwen. En natuurlijk deze ook. Draai vervolgens alles weer om. En dit punt moet nu zeg maar helemaal hier naartoe. Draai hem daarna weer om. En nu moet je zeg maar hier een soort driehoekjes uitkrijgen. En daarna duw je hem gewoon naar beneden. En dan krijg je zoiets. Vervolgens vouw je dit puntje naar dit punt. Dan krijg je ook weer een soort driehoekje. En daarna vouw je dit punt hier naartoe. En doe dat ook aan de linkerkant. Draai hem daarna om. En je ziet nu al een soort hartje. Nu kun je even nog deze stukjes vouwen. En weer uitvouwen. En daarna kun je ze nog even afknippen. En daarna is je boekenlegger af. Dit stuk doe je gewoon tussen een blaadje. En ja, dan heb je gewoon je boekenlegger. Als je de snoer een boekenlegger wil maken, begin je natuurlijk met een snoer tekenen. En ik heb deze plastic snoer ergens gevonden. En ja, deze ga ik dan gewoon twee keer overtrekken. En anders kun je hem natuurlijk twee keer tekenen. En als je het zelf tekent, is het handig dat ze hetzelfde zijn. Vervolgens steek je nog een strook en die moet twee keer zo lang zijn als van dit tot dit stuk. En hij moet niet te breed zijn. Ik heb het uitgeknipt en nu gaan we alles een beetje passen en meten en lijmen. En je moet hem een soort van half dubbel vouwen. Het is niet echt vouwen, maar je moet hem een soort krullen. Ik weet niet hoe je dit noemt. Maar in ieder geval moet je hem zeg maar zo doen. En je ziet wel een beetje dat deze te breed is een beetje. Dus ik ga hem een beetje minder breed knippen. Daarna doe je precies hetzelfde. En dan pak je de lijm. Lijm je een beetje hierop. En als je het goed ziet, zie je hier een beetje de potloodranden. En deze doe ik zeg maar aan de bovenkant, want dan zie je ze straks niet. Laat alles goed drogen en ja, je ziet zeg maar nu dat het een soort snorrenring is. Alles is een beetje gedroogd en nu doe je zeg maar de snor met de mooie kant naar boven. Die lijm je dan hierop, dus dan doe ik het even zo. Zorg ervoor dat de snor een beetje gelijk staat. Als die is gedroogd kun je hem een beetje goed aandrukken zodat hij een beetje plat is. En ja, dit is hem eigenlijk. Om deze hartjes boekenlegger te maken gebruik je zeg maar vilt en je gaat hierop zeg maar twee hartjes tekenen. Probeer ze zo gelijk mogelijk te tekenen. Knip ze daarna uit. Nou, je ziet dus dat ik ze uit heb geknipt en ze zijn niet helemaal gelijk. Dus ik ga ze even bijknippen. En daarna gaan we de hartjes aan elkaar vastmaken en je legt ze op elkaar. Ik heb de kant met de lijntjes erop heb ik gewoon aan de binnenkant. En de mooie kant natuurlijk aan de buitenkant. En je naait het ongeveer tot hier. En zorg ervoor dat je aan het einde een soort knoopje hebt gemaakt. Zodat die niet uitvalt. En ga daarna weer verder aan deze kant. En nu heb ik dit stukje helemaal genaaid. En zeg maar, nu heb ik nog een paar draadjes die uitsteken. En daar kun je zeg maar nog even een knoopje in doen. Want anders vallen ze er straks allemaal uit. En nu is ook deze boekenlegger klaar. En ja, dat was het filmpje alweer. Zo maak je dus deze drie boekenleggers. En ja, bedankt voor het kijken. Succes met het maken. En tot de volgende keer. Doei!